Meeuwis, hoe lang heeft het geduurd voordat het ontwerp zoals dat vandaag gepresenteerd is klaar was? Dat heeft enkele jaren geduurd omdat er in het ontwerp gewisseld is. En uiteindelijk hebben we samen met de ondernemers in deze straat gekeken wat het beste ontwerp zou zijn voor deze straat. En we zijn teruggegaan naar het ontwerp zoals het oorspronkelijk ook hier in de Annestraat geweest is met een middengedeelte. Wat betekent dat in het middengedeelte? Dat er eh, twee gescheiden rijbanen zijn, met een gebied ertussenin. Een verblijfsgebied waarop bomen worden geplaatst, bankjes staan. En eh, de, mensen, de auto's eigenlijk in, in rond kunnen rijden. En de ondernemers hebben hier een belangrijke rol in gespeeld in dit ontwerp? Dit is een verzoek geweest van de ondernemers die graag de oude sfeer terug hadden in de straat. Wanneer gaan de werkzaamheden starten? Ze zijn vandaag gestart eh, met het kappen van de bomen. En dat was de eerste aanzet. En wanneer zijn ze klaar? Eh, ik denk voor de grote vakantie dat het grootste gedeelte klaar moet zijn. Alleen eh, de bomen zullen pas in het najaar geplant worden. Wat voor soort bomen komen er? Eh, er komen speciale platanen die geschikt zijn voor zo'n dergelijk versteend gebied. En dan komt er ook nog verlichting uiteraard. Een nieuwe verlichting. Wat voor soort verlichting wordt dat? Er komen armaturen aan de muren. Bij de winkels en in het middengebied komen speciale uh, lantaarnpalen te staan met een armatuur die een projectie geven op de grond. Waardoor je je in een natuurlijke omgeving waant.